Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik wou het vandaag eens hebben over restaurants. Restaurants, die plekken waar je kan eten, vinden mensen altijd hartstikke leuk en gezellig en zo. Maar ik wou eens even zeggen wat ik ervan vind. Ik heb namelijk een beetje een hekel aan restaurants. Ik ga er niet graag heen. Ik vind het een beetje zonde van mijn geld, want stel je nou eens voor, ik ga naar een restaurant. Je koopt eten, gewoon eten, ik weet niet wat. Laten we eens wat verzinnen. Ik koop patat bijvoorbeeld. Of iets anders te eten. En ik betaal er geld voor. Nou, dat vind ik altijd zo zonde van mijn geld. Dan denk ik altijd van, ja, ik kan naar een restaurant gaan. Maar ik kan ook zelf koken. En als ik zelf kook, dan ben ik veel minder geld kwijt dan aan een restaurant. En tegenwoordig heb je heel veel restaurants. Het smaakt niet per se beter dan thuis. Dus dan denk ik altijd van, ja, ik kan wel naar een restaurant toe gaan. Maar zelf koken, het is nog leuk ook, want ik kan er een video over maken. Ik bespaar geld. En daarom eet ik liever thuis. Kijk, als iemand me nu zou uitnodigen voor een restaurant en die zou zeggen van, Wouter, wil je mee naar een restaurant? Ik betaal. Dan ga ik mee. Maar als ik zelf moet betalen, dan zeg ik, ja dag, ik ga niet naar een restaurant. Ik kan mijn geld wel beter gebruiken. Kijk, om in een restaurant te werken lijkt me ook niet echt leuk hoor. Ben je de hele tijd bezig met eten maken, afwassen en zo. En dan kom je thuis, moet je ook nog eens koken. Dan denk ik van, nou, als ik al de hele tijd op mijn werk gekookt heb, dan wil ik niet nog eens thuis gaan koken hoor. Dat mag mijn vrouw dan doen, die ik niet heb. Dus dat is weer een probleem, maar goed. Dan ben je de hele dag bezig met koken. Nou, koken is leuk hoor. Maar om het nou de hele dag te doen en dan nog thuis ook. Dan denk ik echt van, oh, nee. Mij niet bellen. Nou, ze hebben mijn nummer ook niet, dus ze kunnen me ook niet bellen. Dat scheelt. Ja, restaurants. Kijk, ik ben wel eens naar een wok geweest. Of, het heet niet echt een wok. Ik noem het altijd de wok. Maar het is eigenlijk, ja, hoe noem je zo'n restaurant? Zo'n restaurant, dan heb je zo'n lopend buffet. Daar ben ik ook wel eens geweest. Ik weet de naam van dat lopend buffet niet meer. Maar het was naast de McDonald's in Ermelo. Daar ben ik wel eens geweest. Kent iemand dat? Zo'n restaurant naast de McDonald's in Ermelo. Ik weet niet hoe die heet, maar daar kon je alles gewoon pakken. Dat vind ik dan wel weer het leuke. Maar ook daar zou ik niet zo snel voor betalen. Maar echt een restaurant waar je iets moet bestellen en echt apart voor het eten moet betalen? Nee, dat ga ik niet doen. Daar krijgen ze mijn geld niet voor. Kijk, dat die mensen daar werken, hartstikke leuk. Moet je ook vooral blijven doen. Want er zijn mensen die restaurants wel leuk vinden. Niet iedereen is zoals Wouter, gelukkig. Als iedereen zoals mij zou zijn, dan zou het leven niet meer goed zijn. Dus, gewoon lekker je werk blijven doen. En niks aantrekken van mijn uitspraken. Want dat is gewoon mijn mening. En een mening is geen feit. Maar ja, mij niet bellen voor het restaurant. Tenzij jij betaalt. Dan mag het. Dan vind ik het prima. Als iemand voor me wil betalen in een restaurant, dan vind ik het leuk. Maar ik ga zelf niet betalen om naar een restaurant te gaan. En dan heb je ook nog bijvoorbeeld, als je een relatie hebt, dat je samen met je vriendin naar een restaurant gaat, omdat het heel romantisch is. Ja, ik denk er eigenlijk anders over. Kijk, misschien vindt mijn vrouw het later wel leuk, dus dan moet ik wel naar een restaurant. Maar ik denk eigenlijk van, ja, is thuis eten niet romantischer dan in een restaurant? Want in een restaurant zit je allemaal met andere mensen die om elkaar heen zitten te praten. Mensen die misschien een baby bij zich hebben die de hele tijd loopt te huilen door je romantische date heen. En geluid en zo maakt. Ja, is dat zo romantisch? Dat weet ik niet. En als je thuis bent, je zet de televisie aan, gaat samen iets leuks kijken, of je zet een muziekje op. Dat is toch, lijkt mij, veel romantischer. Kijk, ik ben natuurlijk geen expert op romantisch gebied. Dat is duidelijk. Maar zo denk ik erover. Ik denk dat het thuis veel romantischer is dan een restaurant. Maar goed, dit was mijn mening over restaurants. Zoals je ziet, ik ben er geen fan van. Maar ja, als jij het wel bent, succes in het restaurant. En iedereen denkt er anders over. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.